Robbie Makka is per dinsdag 11 januari 2022 ridder in de Ereorde van de Palm. Hij kreeg deze onderscheiding op het presidentieel paleis toegekend. President Chandrika Persat Santokhi memoreerde de uitzonderlijke bijdragen van Makka die hebben geleid tot deze decoratie. President, mag ik u uitnodigen het woord tot de aanwezigen te richten? Dames en heren, welkom. Panditji, erwaarde pandit, welkom. Goedemorgen. Voor mij staat een bijzonder mens. Iemand die zijn hart op de juiste plaats heeft als het gaat om ons geliefd Suriname. We hebben het over de heer meester Robbie Suresh Makka, geboren op 1 october 1969. Deze persoonlijkheid heeft een staat van dienst. Als het gaat om werken in het grensgebied tussen Suriname en Nederland en dan steeds bezig zijn met grensoverschrijdende onderwerpen, die hij ook met grensoverschrijdende inzichten behandelt. Meester Robbie Makka heeft in Suriname zijn doctorale studie gedaan aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Daarnaast heeft hij verschillende internationale studies gedaan op het gebied van recht, geld, economie en fiscaliteit. Na een paar jaar werkzaam te zijn geweest bij de verzekeringen en het bankwezen, kwam meester Makka op het ministerie van Financiën in Suriname te werken. Hij vertrok in 2004 naar Nederland en is inmiddels jarenlang in dienst van het ministerie van Financiën in Nederland. Meester Makka heeft vele internationale stages en opleidingen gedaan en ruime internationale ervaring op verschillende gebieden in verschillende landen. Meester Makka staat bekend als iemand die jarenlang de Surinaams-Nederlandse verhoudingen heeft onderhouden en gevoed, ook in moeilijke tijden. Vol met initiatieven, als bruggenbouwer en topnetwerker is hij in staat geweest vele zaken voor Suriname op te pakken en te realiseren. Dit in goede en slechte tijden als we kijken naar de Surinaams-Nederlandse verhoudingen van de laatste 20 jaar. We zijn hem daarvoor enorm dankbaar voor zijn inzet en toewijding. Het juryrapport is duidelijk over de prestaties en de inzet van Robbie Suresh Makka. We kennen de heer Makka als een veelzijdig mens, intelligent, creatief en ondernemend van karakter. We kennen zijn sterke communicatiecompetenties wanneer hij met grote overtuiging zijn schitterende voorlichtingsprogramma's doet, waarbij soms moeilijke technische zaken voor de eenvoudige man en vrouw worden uitgelegd. Je moet daarvoor een bijzondere gave hebben en mediawijs zijn om complexe vraagstukken met simpele voorbeelden te kunnen illustreren. En dat doet hij vaak op zijn bijzondere eigen wijze. We weten ook van hem hoe vaak hij bezig is in de Nederlandse politieke netwerken om zijn lobbywerk te doen voor de Republiek Suriname en de vele landgenoten in beide landen. Vaak zegt hij nee, hij doet geen lobbywerk, maar Robbywerk. Ja. Dat allemaal naast zijn drukke baan op het ministerie van Financiën in Nederland. Op een stuk van het diaspora-beleid kunnen we hem gerust noemen Mr. Diaspora. We weten van Mr. Makka dat hij een ongekende drive heeft op het gebied van diaspora en diaspora-beleid. En met name de meerwaarde van de diaspora-economie. Net als ik geloof ook de heer Makka dat onze landgenoten in de diaspora een ongekende ondersteunende hulpbron zijn voor sociale, economische en culturele ontwikkelingen in Suriname. Meester Makka heeft vele organisaties en netwerken helpen opzetten. Allerlei helpstructuren in het leven geroepen. Congressen en lezingen georganiseerd
websites helpen ontwikkelen, gepubliceerd en voorlichtingsprogramma's tot uitvoering gebracht om het diaspora-beleid te promoten en op gang te brengen. We zien dat meester Makka een degelijke staat van verdiensten heeft in Suriname en in Nederland. Zonder volledig te willen zijn, zal ik ze noemen. Voorzitter van Diaspora Platform, Suriname Platform, Diaspora Suriname Platform. Voorzitter Diaspora Suriname Foundation Nederland. Voorzitter Kenniskring Nederland Suriname. Vaste consulaire partnercommissie. Lid van de presidentieel commissie Diaspora Fonds en Diaspora Kapitaal. Ondersteuner van diverse culturele en religieuze organisaties, zowel in Nederland als in Suriname. Bestuurslid Hindoeraad Nederland. Secretaris Huize Beatrix. Secretaris Dutch Suriname Business Club. En voorzitter van de commissie Grondstoffenbesluit, commissie Douane en Investeringscommissie. En er zullen nog veel meer zijn. We zullen een paar dagen bezig zijn hier. En dat is niet de bedoeling. Heer meester Rabbi Soeres Makka. Voor uw jarenlange inzet voor betere Surinaamse-Nederlandse verhoudingen zijn we u erkentelijk. En ik heb de eer als president van de Republiek Suriname u te decoreren. Met dus u te benoemen tot de ridder in de ereorde van de palm. In feite zou de heer Makka op 26 januari in Nederland gedecoreerd worden. Maar ik kreeg een verzoek van hem en hij zei daarin, president, het is een wens en een droom van mij om hier in Suriname gedecoreerd te worden. En liefst door u als president. Heer Makka, uw wens en uw droom is in vervulling gegaan. Maar we weten en we kennen u dat uw wens nog veel groter is. En uw droom nog veel ruimer is. En dat wij van dit land Suriname u met uw bijdrage van de diaspora gemeenschap weer een prachtig land gaan maken. Waar ieder ervan droomt om daarin te mogen toevoegen. En dat gaan wij ook realiseren. Voor ons volk en ook voor de diaspora gemeenschap, zoals ik dat altijd zeg, met 1 miljoen Surinamers gaan we dit land ontwikkelen. En u bent één van die 1 miljoen. Die op uw wijze uw bijdrage levert aan de ontwikkeling van Suriname, maar ook aan de versterking van de samenwerkingsrelatie tussen Suriname en Nederland. Zo is het zoals we gewend zijn van u om dat te zeggen, Mr. Makka. En zoals men dat nu ook in Nederland zegt, Makandra Wodoeng. Gefeliciteerd, Roy Makka, gefeliciteerd, mevrouw Makka, gefeliciteerd, familie en iedereen. Gefeliciteerd. God bless you all. Thank you.